Vrienden, ja, het filmpje wat we nu, wat je zo gaat zien, dat is het allerleukste filmpje, echt waar, van het afgelopen jaar. Het heeft er ongeveer een jaar geleden opgestaan. En je kan daar dus 100 keer naar kijken, dat filmpje. En elke keer schiet je weer in de lach. Dat betekent dat het filmpje ijzersterk is. En het begint al, het speelt zich af ergens in een weiland. En die gozer die moet met een fiedeljap, met zijn stok, over een slootje heen. En je hoort die jongens aan de andere kant, die hoor je hem aanmoedigen en zeggen van, nou kom op nou, je kan het, ga je gang en kom op. En dan komt hij aangelopen, en weigering, eerste weigering. En dan zie je hem weer twijfelen en dan denkt hij, god, dat gaat mij niet lukken. En dan rent hij weer, en tweede weigering. En je hoort die gasten, hoor je wel commentaar geven en lachen. En dan komt hij eindelijk, heeft hij de moed verzameld om te gaan springen. En dan springt hij en dan zwikt hij dus keihard door zijn enkel. En woep, en knalt voorover het water in. En dat is al een dikke lach. Maar dan komt het moment waar je echt niet tegen kan. Dat is die verstikkende lach. Van die gasten die erachter staan. Die aan de... En je hoort hun middenrif, hoor je gewoon samenpersen. Dat is de zo intense lach die je bijna nergens hoort of bijna nooit krijgt. Heel af en toe in je leven. En dat veroorzaakt dit filmpje. Dus ga kijken naar de man die niet over het slootje ging. Nee, Ron, dit is makkelijk. Ja, ja. Oh. Is een wijziging. Dat is wel punt en mindering, hè? Ja, hij valt omheen, Rob. Hoef niet te rennen, Ron, dat is makkelijk te doen, echt waar. Hoog pakken. Tweede wijziging, nog één. Hij voert de spanning op, hè? Hey. Ja. Ron, ik krijg een beetje verzuring ook hier. Ja, zit je er goed, Dave? Sorry. Kom op een stier achter hier. Kom hier niet eens. Kom. De accu zeker leeg. Ja. Dan nog 3 minuten. Staat dan erop. Ik heb wel 2 punten. Kijk. Ik heb het toch wel op. Zo vol.